Zijn er weer, jullie zien het, ik ben met mijn twee mans hier zo, jullie zien het, Greg, ga die man volgen, maat, laagstreepje, 010, of is het maat 010, wat is het, maat 010, laagstreepje, ja toch, laagstreepje, oké, volg die man gewoon even. En abonneer gelijk ook even. Zo, is het? Dat vergeten sommigen. Juist, oké, lekker man. Vandaag is het 13 februari, vandaag is mijn kleine jarig, hij is 2 jaar geworden, ik heb het niet echt in beeld gebracht. Ik heb het niet echt in beeld gebracht, maar zaterdag gaan we het echt goed vieren. Nu was het even gewoon lekker relaxed met familie en alles lekker thuis. En ik wil ook even mijn excuus aanbieden van de vorige vlog dat het beeld een beetje slecht was. Ik heb veel reacties gezien erover. Weet toch, maar ik moet nog even wennen aan die shit, daarom heb ik nu even deze weer gebruikt. We gaan ook gewoon weer met die andere vloggen, weet je. Dus dat. En het is vandaag matchday! En niet in de Kuip, maar in Heerenveen. Dus wij gaan nu net naar de poedel toe. Ik wil eigenlijk naar Heerenveen gaan, maar omdat mijn kleine vandaag jarig is, ging dat niet door. Dus we gaan gewoon lekker in de poedel checken, man. Yes. En hopen dat we doorgaan naar de volgende ronde. Lekker! Ja, man. Er is de vrede, Carlo de Leeuw. Hey, jongens, proost. Hey, ja, weet je? Lava. Lava. Lekker, man. Nice room. Het gaat weer helemaal verkeerd hier hoor. Het gaat weer helemaal verkeerd hier. Lekker! We zijn gewoon 7 minuten bijgekomen, man! 7 minuten, hoe is het? Lekker hoor, gewonnen! 1-0! Lekker! Hoi mensen, ben er weer. Gisteren was een gezellige avond, gezellige dag. Jules was zijn verjaardag gevierd. Feyenoord gewonnen in de KVB-beker, je weet toch. Ook, gewoon ook de namen voor Carlo de Leeuw natuurlijk. En we gaan vandaag even fitnessen. Want daar ben ik mee begonnen. En mensen hebben me gevraagd of ik het ook een beetje in beeld wil brengen. Maar ik ga dat nou een beetje doen. Dus ja, maar lachen. Hallo. Ik zag gewoon een bekende auto, maar mensen, moet je kijken. Ik motiveer echt. Ik motiveer echt. Hey, je ziet het. Nou, hè? Je ziet het. Ik motiveer mensen. Ja. Zijn er, Edje? Ja, dit is onze vader. Dit is de model. Ik ben net weer komen kijken. Een week, oké, jullie zien het. Shop dance. Maar jij blijft altijd goed. Hè? Oh ja, ik ben niet. We zijn even aan het warm lopen en dan ga je dus bij aan. Jullie zien het. Hey, die moon komt nog, het is 1 week. Hè? Ja. Shit. Gym sessie is voorbij. We hebben lekker getraind. We kunnen weer lekker het weekend in. Vinden jullie dat ik het vaker moet doen? Of nee toch? Of gewoon apart? Beetje gym moet gaan vloggen, laat me het weten in de reacties. Misschien gaan we het gewoon doen, jij toch? Fuck it, ja man. Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Braaf! Fit! Matchday! Ja, lekker! Ja man, vandaag is Storm Dennis in onze land. En het is serieus echt hard aan het waaien. Ik vond het al raar dat deze wedstrijd ook gewoon dat deze wedstrijd doorging, maar ja. Er wordt gewoon een wedstrijd gespeeld vandaag. Pack tegen Feyenoord. Ik ben onderweg naar Café de Poedel. Ik ga hem daar checken. Ik heb echt een drukke week achter de rug. Mijn kleine was jarig. Zoals velen van jullie hebben gezien op mijn Instagram. En dat vergt veel tijd en energie natuurlijk. Zodoende. En dat een beetje man. Dat een beetje. We gaan nu gewoon lekker naar de Poedel. We gaan daar even kijken wie daar allemaal zijn. Dan gaan we gewoon lekker voetbal kijken. En hopen dat Feyenoord de winst mee naar Zuid brengt. Yes, bra. Jongen, net 5 minuutjes begonnen, we hebben alweer penalty tegen mensen. We hopen dat Super Bijlo hem tegenhoudt. Jawel. Of niet? Lekker! Ga je lekker een shirtje nemen, vriend. Ja, ze zijn gewoon weer 2-0 achter, man. Ellende, hoor. Echt de band is dit. Lekker! Zo, zie je, we zijn gewoon moe, we moeten gewoon vast trekken. Come on, 2-1. 5 minutes later. Hey!
Lekker man, 2-2. Lekker man. Lekker hoor, heerlijk. Tuurlijk man. De tweede helft is lekker van start gegaan. Ah, het is lekker aan het eten. Lekker man. Hoe is het? Lekker man, 3-3. Hey, we gaan deze echt niet verliezen hoor. Hey. Lekker man. Huppatee. Shout out to Masco. Lekker man. Lekker hoor, hé. Ja! Hele zware vochten wedstrijd, hè? Dat zijn ze. Lekker! Ja, ja. Ja, jullie horen het alweer aan mijn stem. Gisteren was echt, echt een beladen avond. Nee, toch? Ja, ik had niet echt verwacht dat we zouden winnen, hoor, gisteren. Na die 2-0 zo vroeg. Uiteindelijk heel die wedstrijd omgedraaid, joh. Ja, echt bizar. En lekker ook nog dat die boze Niek, gewoon heb gescoord. Doet ze natuurlijk zijn vertrouwen ook weer helemaal goed. Ja, maar lekker bezig, man. Ik ga lekker gymmen, jullie zien het. Lekker trainen, man. Lekker! Moet je kijken, kom ik thuis. Hè? Krijg ik een pakketje binnen, moet je kijken. Hè? Hoe is het? Ik ga ze dadelijk uitpakken. De stickers. Ja, en een magneetje. Lekker! Maar kijk dit dan. Ja, dit waardeer ik, man. Love. Dit waardeer ik. Hey, shout-out naar Voetbalculture. Ga die boys checken. Ja, en bestel een shirtje. Want dit is een limited Feyenoord Voetbalculture shirtje. Zoals ik heb begrepen. Ja, man. Gruwelijk. Shout-out naar die gasten. Ja, man. We zijn alweer aan het einde gekomen van de Skillycam vlog. Voor dit nou een toffe, leuke vlog. Laat even een duimpje achter. Als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer eventjes. En laat even weten wat je van dit filmpje vond. Wil je nou dat ik ook meer fitnessvlogs ga uploaden? Laat dat ook eventjes weten. Misschien dat ik dat wel ga doen. En oh ja, ook nog. Ik weet niet of jullie nog willen dat ik ga Call of Duty met jullie. Laat dat ook even weten. Dan maak ik een account aan en dan ga ik gewoon Call of Duty met jullie, man. Ja, man. Let's get it. Killycam Gang Fam. Bra. Oh ja, en... Er komen nog leuke dingen aan. Echt waar. Echt toffe dingen aan. We zijn met iets bezig. En hou mijn Instagram in de gaten. Want dit wordt wat, mensen. Echt waar. Hou mijn Instagram in de gaten.